Goedemiddag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de luchtdrukkaart. We zien een groot hoge drukgebied boven de Zwarte Zee liggen. En eigenlijk ligt er ook nog een kleine kern bij ons in de buurt. En die hoge luchtdruk zorgt voor heel rustig weer. Op deze kaart zie je verder ook de straalstroom. Dat is de harde wind die hoog in de atmosfeer waait op zo'n 10 km hoogte. Die stuurt eigenlijk overal de lage drukgebieden naartoe. En je ziet al, vanmiddag was die ver van ons verwijderd. In de buurt van Egypte en het zuiden van Turkije en Griekenland, daar lag de straalstroom. En bij ons is het dus heel rustig weer, niet alleen aan de grond, maar ook hoger in de atmosfeer. En als we de boel nou in beweging zetten, nou, dan zien we dat de luchtdruk boven Nederland zo rond de 1025-1026 blijft. Hij loopt zelfs nog wat op. Eigenlijk is er niets aan de hand. Het hoge drukgebied is sterk en is standvastig. Laat zich niet zomaar wegjagen. De straalstroom, de hoge windsnelheden, die komen wel langzaam wat dichterbij. Maar ja, bereiken ons echt nog niet. Wind voorlopig, of tenminste de stroming vanuit het zuidoosten. Rustig weer dus. Maar als we op de satellietfoto kijken, zien we dat het drukgebied niet alleen voor zonnig weer zorgt. Bij ons hadden we vandaag te maken met wolkenvelden. En die wolkenvelden die kwamen vanaf de Noordzee heel langzaam onze kant op. Aan de grond waait de wind dus uit het zuidoosten, maar op iets hoogte in de atmosfeer waait de wind uit het noordwesten. En dat zorgt ervoor dat die wolkenvelden dus toch onze kant op komen. En wat levert dat dan op? Nou, niet alleen bewolking, er kan vanavond en vannacht ook wat neerslag uitvallen. En ik vind het een beetje een spannende situatie, want de wegen zijn natuurlijk rond of iets onder het vriespunt. De luchttemperatuur die was vanmiddag nog wel boven nul, maar daalt vanavond ook weer tot rond het vriespunt. Dus wat er ook gaat vallen, of dat nou regen is, natte sneeuw of misschien sneeuw, er is behoorlijke kans op gladheid. En heel misschien komt er ook zelfs wel ijzel. Dus houd de weerberichten goed in de gaten. Het zou zomaar eens verraderlijk glad kunnen worden in de loop van de avond en nacht. Dus zeker als je diep in de nacht of morgen heel vroeg op pad moet, houd dan dus echt even de berichten in de gaten. Het zou zomaar Zeer glad kunnen zijn ook op fietspaden en voetpaden. Ik denk dat de snelwegen over het algemeen wel in orde zullen zijn. Onze weermodellen geven aan dat met name in Limburg en het oosten van Brabant de neerslag als sneeuw zal vallen. Daar zou dan een centimetertje kunnen vallen. De hoeveelheden zijn dus heel klein. In de rest van het land gaan we uit van regen, natte sneeuw of misschien dus ook ijzel. Morgenochtend is de neerslag weg en de temperatuur loopt weer op. Daardoor gaan de problemen snel verdwijnen. Dus in de loop van de ochtendspits of vlak daarna verdwijnt de gladheid op de meeste plaatsen. Nog wel morgenochtend veel wolkenvelden, morgenmiddag dan wat vaker een zonnetje erbij. En de temperaturen lopen uiteen van rond de 1 graad in het oosten tot zo'n 4 à 5 graden in het westen. En ons weer wordt bepaald door een hoge drukgebied. En dat zorgt er dan ook voor dat het heel rustig weer is. Er staat heel weinig wind. Kijken we dan naar de komende dagen. Nou, dan zien we dat het woensdag nog steeds fris is. Maximaal dan van 1 tot 4 graden. En in de nacht na woensdag gaat het weer licht tot matig vriezen. In de nacht naar donderdag en naar vrijdag wordt het nog kouder. Lokaal weer min 7, min 8 graden. De schaatspreid is dus nog niet voorbij. Maar je ziet het overdag volop zonneschijn en bij een zwakke tot matige wind loopt de temperatuur dan weer flink op. Op zon, vrijdag verwachten we zelfs temperaturen van 5 tot 7 graden. Stevige dooi dan dus overdag, maar in de nachten dus ook flinke vorst. En wat uh, betekent dat, dat voor de kansen op winterweer? Nou, tot en met vrijdag 100%. Dan blijft het gewoon echt overal vriezen. Maar in het weekend komt er wat zachtere lucht dichterbij. Dan gaan de temperaturen dus wat omhoog... en de kans op nachtvorst wordt dan geleidelijk kleiner. Dat zien we ook terug in de schaatsgrafiek, in de ijsdikte... Die neemt de komende dagen gewoon nog even toe, maar in de loop van het weekend of daarna begint hij langzaam weer op te lopen. Het is wel behoorlijk onzeker. Het zou na het weekend plus 10 kunnen worden, maar ook plus 2. We blijven op de grens van koude en zachte lucht zitten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl